ja, ik heb ondertussen zo'n band ook met jullie opgebouwd. En ik vind het zo waardevol dat jullie er voor me zijn. En... Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag voor het eerst een opmaak- en kletsvideo. En dat is eigenlijk een beetje geboren uit het feit dat momenteel heel veel aan het veranderen is in mijn leven. Degene die mijn vlogs kijken, die weten dat. Er is een hele hoop gebeurd. En om alles een beetje op een rijtje te zetten, want ja, in de vlogs is het soms best wel chaotisch. En ja, het is natuurlijk wat ik per dag doe, wat ik per dag meemaak. Dacht ik, ik ga even lekker met jullie kletsen terwijl ik me oppak. En dan kan ik ook een beetje uitleggen en een beetje ja, verklaren wat dan ook. Wat er allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt in mijn leven. En het is best een hoop, dus bereid je voor. Nee, ik ga niet beloven dat ik niet ga huilen, maar ik ga wel proberen niet te huilen. En ondertussen hoop ik dat het opmaken een afleiding is voor het praten. En nou ja, zoals jullie weten, tenminste als je dus mijn vlogs kijkt, maar anders. Ik ben nu sinds 2-3 weekjes weer vrijgezel. Nick en ik waren 4 jaar bij elkaar en de laatste maanden, een aantal van jullie hebben dat denk ik ook wel gemerkt, liep het allemaal niet zo soepel. En ja, weet je wat het is? Nick is een geweldig persoon en we houden van elkaar, we zijn gek op elkaar. Ik ben me ook niet aan het opmaken, maar echt alleen maar aan het kletsen. En we hadden het ook echt super goed samen. Ik weet dat sommige mensen ook wel een keer boos reageerden, zo van ja en... Je doet ook zoveel voor hem en laat hem ook voor zichzelf zorgen. Ik ben gewoon een heel zorgzaam persoon. Ik vind het heel fijn om voor iemand anders te zorgen en om liever dingen te doen. En het was niet alsof hij dat van mij verwachtte, dat ik dat standaard deed of zo. Dus ik vind het dan heel lief dat mensen het voor me opnemen. En misschien ben ik inderdaad te zorgzaam en is dat iets om mee te nemen. Maar het is absoluut, Nick is echt het meest... ideale vriendje wat je je voor kan stellen. Hij is altijd lief, hij is hartelijk, hij is ook zelfs in zekere mate echt wel romantisch. Ik was gewoon ontzettend gek op hem en ik vind hem nog steeds echt een prachtig persoon. Alleen op een gegeven moment ga je je afvragen samen van oké, waar staan we nu? We wonen samen in dit huis, we hebben een mooi leven. Ja, we zijn gelukkig, maar is dit nou de rest van je leven? En dit is niet zozeer een sleur, want we hadden het echt nog steeds echt heel goed samen. En dat zie je ook wel in de laatste vlogs waar we nog bij elkaar zijn. Dat we lekker gingen varen met de buren. En ja, we hadden echt super leuke uitjes samen. En daar genieten we ook. Alleen, ja, is dat nou echt die ultieme liefde waar je de rest van je leven bij wil blijven? En ja, uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat dat het niet is. En... dat kwamen we ook echt wel samen. Van ja, we hebben het wel heel goed en fijn. En, maar misschien is er meer. Er is meer dan dit of zo. Dus we hebben ook besloten dat ik terug naar mijn ouders ga. Waarom zit ik dan nu hier? Ja, dat is weer een ingewikkeld verhaal. Wij zouden samen naar Curaçao gaan. Nick is uiteindelijk met een vriend gegaan. En zonder mij dus. Omdat het gewoon ook, weet je, dat zou niet goed voelen. Jij had kunnen zeggen, we gaan als vrienden, maar ja, je zet niet voor niets een punt achter die relatie. Dan kun je gewoon beter maar het oppakken en verder gaan. En als je dan samen naar Curaçao gaat, dan wordt het ook een soort van... ja, nee, het was gewoon geen succes geworden. En hij had een vriend gevonden die mee kon, dus het was heel fijn. En... daarom ben ik nu weer hier en pas ik dus op Peppy. Wel gek hoor, om hier weer te zijn. Aan de ene kant voelde het als thuis en alles gaat automatisch, weet je wel. Je pakt automatisch de pannen en je weet waar alles ligt. Maar ik voel me toch ook niet helemaal 100% op mijn gemak of zo. Toch. Maar, dus ik ben 10 dagen hier om voor Peppy te zorgen. En het is voor mij ook een soort manier om afscheid te nemen van dit huis. Want uiteindelijk werd de beslissing om uit elkaar te gaan... ja... we starten een gesprek om gewoon te kijken van nou oké, weet je, we zijn nu een paar weken verder en hoe gaat het nu, hoe voelen we ons erbij en ja, helemaal niet met de intentie van ik ga vanavond mijn spullen pakken en ik kom hier niet meer terug. Maar ja, zo liep het uiteindelijk wel. Dus op deze manier is het ook een soort van afscheid nemen voor mij. En dan woon ik weer bij mijn ouders. Pretty heavy stuff.
moeilijk om echt weer bij je ouders te wonen, eerlijk. Want ja, zij zijn het niet meer gewend dat jij er bent. Dus ook zij moeten zich aanpassen en rekening met jou houden. En jij moet ook rekening met hun houden. En ook daar, het voelt wel als thuis, want je hebt daar heel lang gewoond. Maar ja, het is niet thuis. Je voelt je toch ook te gast. En ik ben er constant op mijn tenen aan het lopen om te zorgen dat ik niet veel rotzooi maak. Niet ideaal, nee. Dus ik wil echt heel graag, zodra het kwam, wil ik ook echt graag mijn eigen plekje en een eigen huisje. En ik ben zelfs met Birdie aan het kijken of we misschien samen in Utrecht gaan wonen. Zij gaat misschien alsnog een master doen. Ik heb nu besloten, ik heb nagedacht over om een master te gaan doen. Maar ik heb nu toch even besloten voor mezelf van ik ga werken. Want ik, ja, als ik echt weer op mezelf wil, dan heb ik geld nodig, hoe dan ook. En dan moet ik gewoon een baan zoeken. Want ja, als je mijn vlogs kijkt, heb je dus ook gezien dat het werk waar ik nu werkte, bij vrienden van Nick, daar kunnen ze me gewoon niet meer uren geven. Ik heb dus trouwens een nieuwe mascara. En daar komt zoveel van af, dat ik gewoon standaard overal boven en onder mijn ogen mascara heb zitten. Maar dat ga ik straks wel weer weghalen. Maar ja, dus zij hebben niet genoeg uren voor mij. En ik kan dus vanaf nu alleen nog maar op zaterdag werken. Super vervelend. Ook echt een klap in mijn gezicht. En ja, omdat ik gewoon... Ik had niet zo'n haast, want ik had wel een baantje, weet je wel. Er kwam gewoon geld binnen. En het was niet veel, maar wel genoeg. Het was genoeg om hier te wonen. Dus al helemaal om bij mijn ouders te wonen. Want er zijn de kosten echt een stuk minder natuurlijk. Maar ja, dat heb ik dus ook niet meer. Dus ik moet nu ook als een malle op zoek naar een baan. En ik zit te twijfelen of ik echt gelijk iets journalistieks ga zoeken. Want ik heb natuurlijk journalistiek gestudeerd. Heb ik nu afgerond. Dus ja, in principe zou het logisch zijn als je daar dan een baan in gaat zoeken. Alleen aan de andere kant denk ik, misschien vind ik het ook wel lekker om eerst gewoon een baantje te zoeken voor even. Gewoon voor even geld binnenhalen, even een beetje sparen en dan een huisje zoeken. Want ik denk dat dat al zoveel energie gaat kosten om weer helemaal op mezelf te gaan wonen, om daaraan te gaan werken. En om te leren om alleen te zijn, want ja, ik ben gewoon nooit echt in mijn leven alleen geweest. Dat gaat me denk ik al zoveel moeite kosten dat ik bang ben dat als ik dan ook nog een baan begin in de journalistiek die echt zeg maar mijn toekomst zou moeten zijn, dat ik dat niet kan doen zoals ik het wil, omdat ik de energie er niet in kan storten. En dat zou ik heel jammer vinden. Dus ik twijfel een beetje of dat ik dus eerst gewoon zeg maar een baantje zoek bij een winkel of wat dan ook. Om even geld te verdienen en dan te zeggen van nou oké, ik heb gespaard. Ik kan nu een huisje inrichten en een eigen plekje zoeken. En zodra ik daar gesetteld ben, ga ik echt op zoek naar een baan waarvoor ik gestudeerd heb. Of dat ik toch gewoon kijk van ja, wat is er aan vacatures en past het bij me? Zou ik er eventueel terecht kunnen komen? Ga ik solliciteren? Ik vind het moeilijk hoor. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik ben er soort van nog niet klaar voor ofzo. Want ik had er zo nog niet op gerekend dat ik nu al fulltime aan het werk moest. Want ja, YouTube is natuurlijk mijn hobby. Nu dik een jaar en mijn hobby. Maar ik heb wel altijd de tijd gehad om dat erin te steken. Tijdens het studeren. En ja, ik werkte daarnaast altijd wel. Bij Tamminga meer dan nu bij Van Woerden wonen. Maar ik had altijd nog wel ook genoeg vrije tijd om YouTube te doen. En als ik nu fulltime moet gaan werken, dan wordt het echt wel pittig, weet je wel. Als je elke dag 8 uur aan het werk bent, dan is dagelijks vloggen heel anders. En daar ben ik nog wel een soort van niet klaar voor. Want ik vind dit zo leuk. En ik hou hier zo van. En het idee dat ik dan... Nou ja, ga ik hier om huilen ook. Het idee dat ik dan dit moet opgeven, wat ik met zoveel plezier doe. Ja, dat zou ik sowieso niet willen. Dus ja, voor mij het meest ideaal is gewoon om een part-time baan te gaan zoeken. Zodat ik dit ernaast kan blijven doen. Zodat dit gewoon kan blijven bestaan, want ja, ik heb ondertussen zo'n band ook met jullie opgebouwd en ik vind het zo waardevol dat jullie er voor me zijn en ook al helemaal op dit soort dagen, ja sorry, het komt gewoon omdat vandaag is ook weer een heftige vlog online gekomen en jullie zijn allemaal zo lief en reageren zo lief en dan ben ik zo dankbaar dat ik dit heb en dan denk ik ja, als ik dat dan straks moet opgeven,
voor mijn werk. Dat is het me niet waard, weet je wel. En ik ga er gewoon ook echt om je huilen. Maar ja, ik wil dit gewoon heel graag blijven doen naast mijn werk. En ik snap dat ik een baan moet zoeken, dus dat ga ik ook doen. Alleen, ik hoop wel een baan te vinden die parttime is, zodat ik daarnaast gewoon een YouTube kan blijven doen. Verder over Pep. Pep blijft hier, die blijft bij Nick wonen. Ik blijf hem opzoeken. Nick en ik gaan heel goed met elkaar om en ik hoop dat dat zo blijft. Dus ik blijf hem gewoon knuffelen. Maar hij blijft wel bij Nick wonen. Nick zei ook van ja, ik ben gek op die kat, dus ik zou het heel graag zo willen houden. Dat is ook prima. Ja. Weet je, als ik straks een huisje heb en stel dat ik met Birdie in Utrecht ga wonen, dan nemen we ook een katje. En stel dat ik in Veenendaal blijf wonen op mijn eigen plekje, ja. Ook helemaal prima. Dan neem ik ook een kat. Ik neem sowieso een kat. En ik heb bij mijn ouders thuis natuurlijk twee katten waar ik ook helemaal gek op ben. En vooral die ene, Winky, die zien jullie ook echt veel in mijn vlogs. Dat is echt mijn schatje. Is altijd mijn schatje geweest. En mijn moeder zegt ook, die kat is op niemand zo gek als op jou. Dus het is eigenlijk gewoon bijna zielig dat ik hem achtergelaten heb. En je merkt ook hoe gelukkig hij is dat ik er weer ben. Hij is non-stop bij me. Hij ligt alleen maar bij me te slapen en te knuffelen. En het is zo'n schattig poesje. Ja, ik vertelde dus al, ik heb een nieuwe mascara. En er komt zo onwijs veel mascara vanaf dat het gewoon too much is to handle. Dus, maar dat doe ik eigenlijk altijd als ik een nieuwe mascara heb. Dan hou ik die oude er nog even naast. En die gebruik ik dan als laatste nog even eroverheen. Nou kennen jullie misschien al mijn mascara struggle. Dat deze roze One by One van Maybelline echt de beste mascara ever is. En die is uit de collectie. Maar ik moet zeggen die ik nu heb van Max Factor False Lash Effect. Bevalt me ook echt. Maar ja, er komt gewoon te veel mascara af. Hij is gewoon nog te nieuw. Dus ik heb gewoon even iets meer tijd nodig om hem echt om eraan te wennen of zo. Ik denk dat het bij mij 2 weken duurt voordat de mascara echt super fijn werkt. Dat ik denk, oké, nu is het echt prettig om met deze mascara te werken. En mijn wimpers zijn wel een soort van essentieel. Als ik dan zonder, of zeg maar, als ik maar 1 make-up product op mag. Het was ook een vraag uit de laatste Q&A. Als ik maar 1 product, make-up product mag gebruiken, dan zou het mascara zijn. Al zou ik mijn wimperkrullen dan ook echt wel missen, maar zou ik overheen kunnen komen. Trouwens, over de Q&A gesproken. Ik had beloofd dat er nog een 2e versie zou komen. Dus ja, misschien dat ik al een hoop vragen nu beantwoord die er zijn. Maar ik ga nog steeds een 2e Q&A doen, want ik heb nog vragen van de eerste Q&A. En die wil ik nog beantwoorden. Dus als je nog een vraag hebt, dan kun je die ook even hieronder zetten. Het mag over Nick gaan. Weet je, als ik hem niet wil beantwoorden, doe ik het niet. Dus het mag gaan over dat ik weer vrijgesteld ben. Het mag gaan over dat ik bij mijn ouders woon. Wat de grootste frustraties daarvan zijn. Want ook zeker die zijn er, kan ik je vertellen. Maar dat is logisch. Het is gewoon echt aanpassen. En ja, als het aan mij ligt, dan hoop ik binnen 3 maandjes weer weg te zijn. Maar ja, hè. Mijn vader zei ook van, er is geen haast. En ze vinden het ook heel leuk dat ik er ben. Want ja, het is wel ook wat meer gezelligheid in huis. Dus het heeft 2 kanten. Alles heeft 2 kanten. Dus het mag ook gewoon, ja, wat betreft mijn liefdesleven, ja, daar kun je ook naar vragen natuurlijk. Ja, momenteel ben ik echt niet bezig met mannen of een nieuwe relatie. Momenteel ben ik vooral heel erg bezig met mezelf. En ik ben al blij als ik weer alles op een rijtje krijg en financieel onafhankelijk ben. Een eigen plekje heb, met of zonder Birdie. Dat is momenteel het belangrijkste. En als er een jongen voorbij komt, wat ik voorlopig niet verwacht. Want ik hou van Nick nog steeds natuurlijk. En alleen het idee al dat we niet bij elkaar horen is zo apart. Is zo apart. Dat, ja, ik verwacht gewoon eerlijk waar niet dat er nu ruimte is voor een jongen. Dus als ik nu de ware tegen zou komen, dan zou ik hem heel hard voorbij lopen, denk ik. Maar beter ook, want ik heb ook echt tijd voor mezelf nodig. Ik heb gewoon, ik heb nog nooit voor mezelf gezorgd. Dus ik heb het echt nodig om te leren om alleen te zijn. Trouwens, als je benieuwd bent
wat voor make-up producten ik allemaal gebruik. Die kan ik wel eventjes in de beschrijving zetten. Deze hebben jullie ook veel gezien in mijn vlogs. Dat zijn de NYX matte lip creams. En daar ga ik ook nog een video over maken. Want dat heb ik ook al een tijdje beloofd. Dus die komt ook misschien... Nee, die komt wel later dan deze video online. Dus die ik nu op heb is Calm. Maar ik zal ook even de rest van de make-up die ik gebruik in de beschrijving zetten. Dan weten jullie dat als je dat interessant vindt. Echt jongen, mascara all over my face. Niet normaal. Ik heb vanavond een leuk uitje. Dus ik zou op zich best wel leuk een lookje kunnen maken. Maar het is vanavond pas. Dus ik hou het nu gewoon eventjes bij mijn basis make-up. Die ik standaard iedere dag draag. En dan kan ik het vanavond altijd nog iets aandikken. Misschien is het je opgevallen. Ik gebruik geen foundation. Ik heb echt een super gevoelige huid. En over het algemeen met blush en highlighter en zo, dat gaat allemaal wel goed. Maar foundation heeft toch snel de neiging om mijn huid te irriteren. Nou heb ik niet een hele, hoe zullen we het noemen, hele onzuivere huid. Dus op zich heb ik het ook niet heel erg nodig. Dus ik doe het vaak ook gewoon niet. En dan is het behalve de mascara onder mijn ogen. Ik ga even spullen pakken om dat weg te halen. En dan ben ik opgemaakt en dan hoop ik dat ik jullie vraag een beetje beantwoord heb. Ik heb voor mezelf wel een beetje op mijn telefoon ernaast van oké, wat wil ik bespreken? Ik hoop ik jullie een beetje op de hoogte heb gebracht. En wat ik al zei, heb je vragen, stel ze rustig, dan beantwoord ik ze in de Q&A. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje een uitleg te krijgen hoe en wat. En als je dit soort video's leuk vindt, dan hoor ik het ook graag. Dan kan ik het misschien nog eens vaker doen, want het was toch mijn eerste opmaak- en kletsvideo. En ben je nog niet geabonneerd, vergeet je dan niet even te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Goedemorgen, bijna middag. Het is 11:15. En ik lig echt vreselijk lui te zijn. Echt, ik ben al wel